de meisjes gaan inspelen. Dat duurt zo'n 5 minuten. En in die tussenperiode even toch vragen aan Philip de Wulf. Kan je van een dijbeenblessure, een verrekking zoals wij dat vroeger wel eens noemden, in 3-4 dagen genezen? Ze moet forfait geven voor een finale in Parijs, dat is dus vrij ernstig. En nu hier donderdag fit zijn, kan dat? Ja, dat hangt gewoon af van de ernstigheid van de blessure. Ja, maar als je moet forfait geven in een finale, zal het toch wel vrij ernstig zijn. Maar als je een verrekking hebt, kan het natuurlijk gevaarlijk zijn om te spelen en dan die verrekking te verergeren tot een scheurtje. En dan ben je helemaal uitgeschakeld voor enkele maanden. Dus ik denk dat ze het zeker voor het onzeker heeft genomen en gewoon wat meer regelmatig naar prestaties wil leggen in plaats van toch voor die ene winst in dat toernooi te gaan. Nu kan ze hier in Antwerpen toch nog deelnemen en dat kan haar nog meer punten opleveren en nog hoger in de rankings. Altijd maar tellen. Ja, daar komt het op neer eigenlijk in het circuit. Hè. Ja, zij heeft stevige dijbeenverbanden aan de beide kanten, vooral rechts waar de blessure zich voltrokken had, de spierverrekking. Maar ze is helemaal ingepakt, hè. Hindert dat niet? Ja, wel, dat hindert zeker wel. Altijd als je mensen met een tape speelt, zorgt dat voor enige last en kan je niet echt 100% voluit gaan. Ik vermoed dat zij erop rekent dat ze met haar spel toch genoeg kracht kan ontwikkelen en snelheid om Patty Schnieder eronder te krijgen. Ze is nu 19, ze is flink verstevigd nog. Hè. Het is niet meer het frele meisje, het kleine talent, jonge talent van een paar jaar geleden. Nee, ze heeft er duidelijk op gewerkt. Ze heeft veel meer kracht bijgekregen. Dat moet ook in het huidige vrouwentennis. En de resultaten liegen er ook niet om. Ze zit nu vlot in de top 10. En ze heeft het toch gestaafd met uitstekende resultaten. Wat is buiten haar temperament? Wat is iemand die er echt voor gaat? Haar grote kwaliteit? Wel, ik denk dat ze zo een beetje speelt zoals Jennifer Capriati. Stevig van achteruit. Ze probeert een hoog tempo op te leggen aan de tegenstander en zo de tegenstander in de fout te dwingen. Voor de rest heeft ze niet speciaal sterke punten, maar ze heeft ook niet speciaal zwakke punten. Dus ze beheerst alle slagen op een behoorlijk niveau en dat is eigenlijk haar sterkte. Ze speelt tegen Patty Schnieder, Zwitserse, die toch wel problemen had, zeker in de tweede set tegen Elke Kleisters, die haar debuut maakte in het grote circuit. Ja, Elke heeft een goede wedstrijd gespeeld. Schnieder kwam in de eerste set en in de tweede set vlot op voorsprong en heeft dan een beetje de concentratie verloren. En daar heeft Elke goed van gebruik gemaakt om terug te vechten en te knokken, zoals ze geleerd heeft van haar zus Kim waarschijnlijk. Ja, en maakt je kans tegen een fitte Dokic? Ja, Patty Schnieder natuurlijk heeft enorm veel talent en ze heeft een heel goede... kan heel goed kort cross spelen, heel goed hoeken trekken op een terrein. En dat zie je niet echt heel vaak bij het vrouwentennis. Een beetje een schuw meisje, zo, nogal teruggetrokken. Ze is nogal rustig. Ja, ook heel wat meegemaakt natuurlijk. Ja, ze is 2 jaar geleden stond ze in de top 10 van de wereld. En dan heeft ze kennis gemaakt met een of andere goeroe. En daardoor is ze een beetje het noorden kwijtgeraakt. En is ze helemaal afgezakt op de rankings. En nu probeert ze terug te komen, maar... Het loopt niet van een leien dakje. Zeker tegen toppers heeft ze niet altijd goede resultaten neergezet. Dus zien wat het vandaag wordt. Misschien gebeurt dat vandaag. We gaan luisteren naar Karel van Nieuwkerken en Steven Martens. Rainer Harnecke was de naam van die guru van Patty Schnieder. Legde haar heel vreemde leefgewoontes op, ook voedingsgewoontes. Mocht niks meer van vlees eten, wat op zich geen probleem is natuurlijk. Maar het dieet dat hij daarnaast voorschreef was niet uitgebalanceerd genoeg om alle reserves aan te vullen. En dat bezorgde Patty Schnieder niet alleen mentaal, maar ook fysieke problemen. Ja, het was fruit, fruit en nog eens fruit. Hè? Liters appelsiensap. Te eenzijdig, dat dieet. Woonplaats Botmingen, 23 jaar, nog altijd vrij jong, kan nog een aantal jaren mee op het circuit. Top 10 geweest, aan tennistieke talenten ontbreekt het daar zeker niet, maar soms maakt ze toch zo'n nonchalante indruk, alsof het daar allemaal niks aangaat, staat ze op en naast de baan, sloft hier door de gangen. Jelena Dokic, een lange winter gehad, veel getraind, want niet naar de Australian Open getrokken. Je weet, Dokic is Joegoslavische, die is in 94 naar Australië verhuisd om daar beter te kunnen trainen, in betere omstandigheden te kunnen trainen en te kunnen klaargestoomd worden voor het grote werk op de tennistour.
Tokic nam dan ook de Australische nationaliteit aan. Maar sinds vorig jaar is ze terug Joegoslavische. Die nationaliteit als Australiër heeft ze nog altijd, maar ze vertikt het om nog te spelen voor de Australische Fed Cup ploeg. Tamara Vrovic is de umpire. Ze komt er dan ook niet meer in Australië. Ze woonde daar in de buurt van Sydney. Nu woont ze vooral in Saddlebrook, de Hopman Academie, bekend tennisoord in Florida, de Verenigde Staten. Twee keer tegen elkaar gespeeld, twee keer op gravel. De laatste keer op het toernooi van Rome vorig jaar en toen een boeiende driesitter. En dat zegt toch wel iets, want Dokic heeft dat toernooi van Rome gewonnen. Heeft daar Amélie Mauresmo afgestopt, die aan een enorme reeks bezig was op gravel. Het was vlak voor Roland Garros. Het enige dat wel in het nadeel speelt van Schneider, is toch dat Schneider vooral en bij uitstek rendeert op gravelbanen. En Dokic een meer all-court speler is, zich echt... Zowel in Wimbledon als op een gravelcourt kan thuis voelen. Vader Damir hebben we hier nog niet gezien. De moeder is er wel bij. Liliana. Zullen we straks nog wel in beeld krijgen. First set. Patrick Schneider to serve. Third love. Keurige start van Schneider. Geconcentreerde start. Maar ook een zuinige start. Geen stap te veel loopt ze. Patty Schneider. Game Schneider. En meer nog dan voor Mauresmo in de vorige wedstrijd zal het voor Dokic een kwestie zijn van zich aan te passen aan de baan. Philippe gaf het al aan in de voorbeschouwing. Je speelt al sowieso niet vrij uit. Dan komt daar ongetwijfeld bij dat ze heel weinig getraind heeft deze week. Minimum aantal ballen geslagen. Dokic tussen. Moeilijk om dat ineens om te zetten. Lofting. Oh.
15-0. Moeder Liliana. 40-15. Let for sure. 1-0. Je ziet ze af en toe toch nog wat manken. Wat moeite om echt te bewegen zoals het hoort. Schneider vooral met de opdracht om Tokic te laten bewegen en vooral ook in de wedstrijd te blijven. Fout. Love 40. Fouten van Schneider bezorgt Tokic 3 breekpunten. Tokic breekt in die derde game, maar toch, als je haar ziet bewegen, ze doet haar uiterste best om goed te bewegen, om een ritme te vinden met die benen. Maar dat loopt niet zoals dat zou moeten. Ja, daarom is het ook psychologisch zo belangrijk, dan vanuit het standpunt van Schneider bekeken, om goed erbij te blijven, niet te veel onnodige fouten te maken ook. Wanneer ze Tokic enerzijds kan laten bewegen, kan laten twijfelen over die wendbaarheid en anderzijds toch ook het gevoel kan geven van oei, dit gaat hier een lange wedstrijd worden, dit gaat hier duren. Dan zou ze wel eens een keer de twijfel zo groot kunnen maken dat dat een opgave kan leiden. De verf is nog niet helemaal droog. Voorlopig heeft Schneider dat niet gedaan. Tokic dus dadelijk op voorsprong. Na die goede openingsgame, al vertwijfelde blikken naar haar begeleiders. Oh.
40-15. En daar zie je dan toch Dokic goede baseline slagen. Kan best ook volleren, maar snijdt die hoek niet af. Gaat helemaal zijwaarts. Dan ben je kansloos aan het net. Game Dokic. Dokic leads 3 games to 1. Veelzeggend. Dokic speelt een mooi dropshot. Schneider is erbij. En wat doet Dokic? Blijven staan. Ja. Het niet opvolgen. Met verzoek. Als het niet is van niet kunnen, dan is het toch zeker van niet durven. Oké, Schneider. Dan moet Schneider het misschien wat meer testen. Maar is... vooruit en achteruit laten bewegen, voorlopig alleen zijwaarts. Ja, en ook in die zijwaartse verplaatsing heeft ze gewoon in dat game dat ze verloor gewoon te veel rechtstreekse fouten gemaakt. Dokic het seizoen gestart met uitersten, dus die Australian Open niet gespeeld dit jaar, dan maar begonnen in Tokio. Verloor daar in de eerste ronde van Ann Kremer, de Luxemburgse. Een denderende start kan je dat niet noemen. En dan trok ze naar Parijs, waar ze prompt de finale speelde. Na overwinningen op Torrens Valero, Dementieva en Celis. Schitterend parcours op weg naar die finale en in de finale niet kunnen spelen. Tegen Venus Williams. Dokic staat zesde op de wereldranglijst. Dat is één plaatsje lager dan Kim Kleisters. Maar Kleisters bedreigen kan ze deze week zeker niet. Het verschil is meer dan 700 punten. Ik kan hier, als we de kwaliteitspunten in acht nemen, maximum, als ze het toernooi wint, 300 punten halen. Love Let her serve. Let
30 op. Schneider niet tevreden over de beslissingen van de lijnrechters. Kijken we het nog eens opnieuw. Dus. Advent is niet. Oké, okay, Snieder. Nu gaan we. Snieder terug in die eerste set, 3-3 na die break. Laat of tien. Love 30. Love 15, 30. Daar heeft Schneider Dokic aan het lopen gekregen. Meerdere keren. Links, rechts, tegenvoets. Dit kan werken op langere termijn. 30, 40. Deze fouten moeten ze dan wel vermijden. Op korte termijn. Game Dokic, new balls, please. Dokic leads 4-3. Hier zien we nog eens die goede rally. Vooral ook opletten hoe Dokic hier echt heel de baan moet belopen. Goede spreiding. Achterste been afduwen. En dan dat herplaatsen. Toch heel moeizaam telkens voor die dijbeenspieren. Hier ook weer wanneer die tegenvoetse bal komt. En Dokic helemaal uit de baan moet. Perfect werk van Schneider. Dokic volledig getest op die manier. Dat zou ze wat meer moeten kunnen doen. Nu bos. Haar eerste ace. Love.
30-15. Poging tot dropshot. Tokic wat ongelukkig over de manier waarop ze de ballen toekrijgt van de ballenrapers. Ze zit vol met rituelen en wil die ballen aan de voorhandzijde toegegooid krijgen. Bij het opslaan ook zo'n ritueeltje. Botst altijd 5 keer met de bal op de grond voor ze serveert. 5. Bij een tweede service is dat 2 keer. Oké, Dokic. En ze snelt naar 5-3. Thirty left. Eerste smash in Antwerpen van Dokic. Best om snel te vergeten. Mooi. Goeie camouflage. En daar kregen we dan dat diep kort spelen. Diepe bal van Schnieder. Dokic wat achterwaarts en dan dat tegenvoetse korte balletje. Dokic bewoog niet, durfde niet, kon niet. Kies dan maar voor de aanval. Vanuit haar standpunt ongetwijfeld de beste verdediging. Het punt, mooiste van de wedstrijd tot nu toe. Ook hier weer, Dokic speelt die bal en tikt niet echt die lijn af, blijft er ergens in het midden van de baan hangen. Terwijl je zou verwachten dat hij op zo'n bal dichter gaat en het net wat meer afsluit. De touch van Patty Schnieder is voorbeeldig. Ja, Patty Schnieder, iemand die vaak zelfs te veel op die touch teert. Dus te weinig doet met de benen. Hier dat ritueel van Jelena Dokic. 3 keer, 4 keer en 5 keer. En dan serveren. Hoe ze die lijn vindt, backhand langs de lijn, bovenop de lijn zelfs.
Tokic met een aardig percentage. Eerste ballen, dit was dan nu wel een tweede, maar bijna 70% van haar eerste ballen in. En het is toch meer dan de bal in het spel brengen dat ze doet. Ja, dat is vrij precies. Vrij direct ook. 3 setpunten. Dropshot, te doorzichtig. Ja, speelde dat dropshot en volgde niet echt op. Volgde wel op, maar niet echt voetig genoeg. Game and first set of pitch 6-4. Die eerste set is binnen. Ondervindt toch wat hinder van die blessure, maar dat kan haar niet afstoppen voorlopig. Slaat er ook weinig acht op. Want eens je dat begint te doen, gaat het ook in je hoofd verkeerd zitten. Ja, neemt vooral toch agressiviteit in acht. Inderdaad, hier kan je ook zien dat die opslag van Tokic ook wel degelijk scorend is bij momenten. Maar ook in haar basisslagen gaat ze als een ballenmachine te werk, maar niet een ballenmachine die gewoon de ballen teruggeeft, maar zo'n beetje een venijnige ballenmachine. Blijft maar beuken. Meestal aan hetzelfde ritme. Weinig tempovariatie. Enige tempovariatie die we van haar zien is een dropshot. Maar wel in staat om, zeker wanneer ze helemaal fit is, een oneindige reeks ballen te laten gaan. Links, de vriend van Patty Schnieder, was haar bodyguard, maar is verliefd geworden op haar bodyguard. En uiteindelijk is het haar vriend geworden. Maar hebben we dat verhaal nog gehoord? Bij Venus Williams zeker. Venus Williams ook verliefd geworden op haar bodyguard, haar toegewezen op het toernooi van Rome. En er nu mee rondtrekkend. Dan zou je kunnen afvragen waarom heeft zo iemand als een Patty Schnieder dan een bodyguard nodig? Wel, dat dateert uit die periode van die guru. Wanneer dat gedaan raakte, was het een hele heisa en had ze een bodyguard nodig. Wait, please. Sorry, love. Bodyguard om haar te beschermen tegen de opdringerige sensatiepers. En ook tegen die Rainer Harnicke, die haar bleef stalken toen ze ermee brak. Voor de lap. Game, love game voor de Zwitserse. First game, second set. Jelena Dokic mag de Australian Open dan al niet gespeeld hebben. Haar vader was er wel prominent in beeld. Werkte mee aan een publiciteitscampagne van de nieuwe autosponsor van de Australian Open. En kwam in alle publiciteitsspotjes op tv voor. Goeie zet natuurlijk van het automerk om zijn naambekendheid op te vijzelen, want iedereen sprak erover. Fifteen.
15, Freddy. Nummer 2. Die volley van Dokic was onvoldoende. En niet alleen dat. Volley was onvoldoende en dan de herplaatsing. Kijk maar, backhand volley gaat gekruist. En wat doet Dokic? Die loopt er gewoon achteruit. Staat er ergens in het niemandsland verloren. Maar ze wil niet gebroken worden. 30-40. Werkt op deze manier één van de twee breekpunten weg. Schneider even temporiserend. Dokic uit haar ritme proberen te halen. Want ook serveren is een ritme. Die tweede bal was al heel close. Twijfelgevalletje. En dus de break. 2-0 voor Schneider in die tweede set. Linkshandige wegdraaiende slice service op die middenlijn. Mooi. Heerlijk. En ze gaat het nu steeds meer proberen. Je hebt gemerkt dat het een recept is dat werkt. Waarom niet dan? En Dokic doet niet eens de moeite meer. Voor de lat. Je merkt ook op die verre slice services van Schneider is Dokic steeds te laat en retourneert daar ook meestal gewoon longline op omdat ze niet anders meer kan. Heeft ook te maken met het niet kunnen afduwen van, van die rechterdij. Om naar links te bewegen duw je vooral met je rechterbeen. Dat was het probleem, die rechterdij. Ze heeft die linker ook laten intapen. Zou dat uit schrik voor compensatie zijn? Ja, is mogelijk. We kennen natuurlijk niet echt de ware toedracht van de blessure, in welke mate. Maar het zou zeker kunnen dat het een totaliteit is. Ook misschien wel de manier waar de tape moet aangebracht worden. Je hebt geen echt idee waar ter hoogte van op welke plaats die verrekking zich situeert. Is dat vrij hoog in de dij, dan is het ook alweer wat anders. Maar je weet wel of het rechts of links is natuurlijk. Sowieso. Time. Dit zou wel eens de moeilijkste wedstrijd kunnen zijn. Moeilijker dan een eventuele kwartfinale voor Dokic of voor Schneider, wie er ook wint. Want in die kwartfinale moeten ze het opnemen tegen Eva Dierberg, Deense kwalificatiespeelster die zich al geplaatst heeft voor de kwartfinale door Ann Kremer te kloppen in de tweede ronde. En beide meisjes bevinden zich ook aan de tabelhelft van Justine Henin. Potentiële tegenstanders in de halve finale. Maar dan moet hij vanavond wel voorbij Magdalena Maleeva. En dat is niet zomaar een simpele opdracht. Ja.
valt niet mee voor Dokic. 15-0. Nonchalante Patisnieder tussendoor, dacht dat die bal uit was. Zag dan uiteindelijk toch dat die bal in was, speelde die nog. En op die manier weet ze nog het punt te winnen. 30-15. Moet veel te veel moeite doen om die benen te krijgen waar ze wil en verwaarloost daardoor onbewust haar slagen. Staat ook minder goed bij de bal. Smash nummer 3. Smash nummer 3 in de fout. 30-40. Die breekpunt Schnieder. En als je over die slag begint te twijfelen, je hebt altijd zoveel tijd. Kan het een drama worden? Dus. Dus. Advertis Jokic. Lopen en schaken. Lop, back and smash en onbeholpen half volley van Dokic. Dokic die zich aan dat net duidelijk niet thuis voelt. Dus kan Schnieder rustig de bal omhoog gooien. Schnieder zegt uit. Maar ik denk dat ze ongelijk heeft. Die bal op de lijn was. We zitten hier niet zo ver van die lijn. Op de lijn. Advantage, Dokic.
gokje van eigen deeg. Yes. Voorhand langs de lijn. Snel genomen. Return. En daar krijgen we dan dat hoeken maken van Schneider. Advantage Schneider. Dus. Slim. Hij moet het natuurlijk kunnen. Je moet over dat gevoel beschikken. Dat palgevoel, dat beheerst ze perfect. Bijna als geen ander op de tour. De game heeft lang geduurd, maar de dubbele break is wel een feit. Patty Schneider staat 4-0 voor in de tweede set. Schneider leidt 4 games te lang. Kent de belangrijkheid van deze game. Madokic geeft nooit op. 15-11. Let us go. Prototype van de linkshandige ace. Korte, scherpe hoek. Op de backhand. Tamara Vrovic corrigeerde zichzelf heel snel. Schneider wou daar met dat korte balletje te veel doen. Tokic was toch weer achteruit aan het lopen na die volley. Schneider. 5-0 voor de Zwitserse Patty Schneider. Schneider leads 5 games to win. Op weg naar een derde set. Gewoontes zijn er om in ere te houden. Ook de voorbije dagen telkens een 3-setter gezien in de namiddagsessie.
Jelena Tokic is een leeftijdsgenote van Kim Kleisters. Elkaar vaak gezien en ontmoet bij de juniors. Ze is ook in 83 geboren. Wordt er dus 19. Tokic, de wereldkampioene bij de juniors in 98, won in dat jaar in het enkelspel de US Open bij de juniors en in het dubbelspel met Kim Kleisters, Roland Garros. Ja, dat was zowat ook het einde van hun samenspel in dubbels. Ze hebben nog wel een keer op het profcircuit ook nog een keertje samen geprobeerd, maar dat was van korte duur. Ik herinner mij dat ze die laatste wedstrijd bij de junioren speelden in Wimbledon tezamen. En daar wou Tokic per definitie niet naar het net komen in het dubbel. En Kim was daar helemaal niet te gelukkig over. 15 lap. En ze heeft het ondertussen nog niet geleerd, Tokic, naar voren komen. Zoals vandaag al meermaals gebleken is. Light for soap. For the love. Game, Tokic. New balls, please. Love game. En Schneider mag serveren voor die tweede set met nieuwe ballen. Publieke belangstelling niet onaardig voor deze vierde middagsessie. Zes ballen. Ook het aantal ballen niet onbelangrijk. Sommige toernooien zijn er vier, sommige zes. Dit niveau sowieso zes. Hoe meer ballen, hoe minder snel ze natuurlijk verslijten. Hoe langer ze snel door de lucht blijven vliegen. Vertelen. Zo'n comfortabele voorsprong, niet altijd een voordeel voor Patty Schneider. Durft al eens gaan choken. Dat hebben we ook tegen Elke Kleisters gezien. Maar hier blijft ze bij de les. Dus. Efficiënt opgelost. De linkshandige slice-service rond die backhand. Korte cross voorhand. Advantage Tokic. Oh.
bij Dokic. Ja, toch een stukje onzekerheid daar bij Schneider. Die het in eigen handen had, nog steeds heeft. Deze set naar zich toe te trekken. Die onzekerheid is een element dat sinds die periode, die turbulente periode met Harnecker, meer en meer bij haar is binnengeslopen. De periode daarvoor werkte ze met Erik van Harpen, Nederlandse, nogal controversiële trainer, die daarvoor ook met Conchita Martinez werkte. En hij was iemand die enorm veel op haar inpraatte in het gevoel van het ubermensch zijn, zeg maar. Van Patty ging die allemaal eens een keer te goed gek maken, die anderen. En die praatte ook heel veel op haar in van, nou ja, Patty, die kan het allemaal wel. En die anderen die zijn eigenlijk allemaal zo dom. En zij pikte dat wel. En ze was daar nogal goed mee. Ze voelde zich nogal zeker in op die manier. En had ook weinig last om wedstrijden af te maken. En je ziet ook dat nu voor haar een stuk moeilijker is. En ook dat zeker mede aan de oorzaak van het feit dat ze gezakt is op de ranking. Ja, want Van Harpen bracht haar naar de 8e plaats op de wereldranglijst. Ja. Van Harpen later ook nog coach van Kornikova geweest. Maar wat hij met Patty gedaan heeft, dat is echt wel werk hoor. Haar gebracht van ranking rond de 100ste plaats naar de 8e plaats, dat is echt een opbouw. Goed. Uit. Overrule van Vrovic. Dubbele fout Dokic. Geen ace. Zo flinterdun is de lijn tussen een ace en een dubbele fout. Love study. Dokic geeft hier Schneider de kans niet om te choken in deze game. Dat is wel heel mooi. 15-30. En ineens de vierde. Dropshot is te kort. Dokic toch tot 5-3 teruggekomen. Schneider nog één kans om het uit te serveren in die tweede set. En dit toch wel een echte test voor haar. Love of tea. Laat de call uit. Dat is mooi gespeeld. Schneider zegt, zij roept uit en de lijnrechter volgt. Vijftien veertig. Dubbel breekpunt. En dan zijn we weer on surf.
En zo, geschiet. Nee, schitterende backhand langs de lijn. Ja, dat moeten we toch wel zeggen. Dokic, die haar niveau terug omhoog heeft gehaald. Wat scherper, wat preciezer, wat agressiever ging tennissen. Minder fouten ging maken ook daarbij. Mentale balans van de wedstrijd. Weer helemaal aan het keren. Zes van de acht kwartfinalisten al bekend. Venus Williams. Zij speelt in de kwartfinale tegen de winnares van Mikaelian Farina. Wedstrijd die volgt op deze. Dan Morismo en Bedanova tegen elkaar. Dierberg tegen de winnares van deze match. En vanavond al de vierde kwartfinale. Malieva tegen Justine Henin. Love you too. Light for sure. Goeie diepe return van Patty Schnieder. Bezorgt haar twee setpunten. Dus Dokic vastpint in die hoek. En de stand in evenwicht. Mooi spiegelbeeld. 4-6, 6-4. Derde set. En hier zien we nog een keer hoe Schnieder vooral naar die backhand hoek Dokic in de problemen wist te brengen. Zie je ook hoe Dokic daar vooral voorzichtig naartoe gaat bewegen. Hier zien we het de eerste keer. Verrast is ze nog dat die bal invalt. En opnieuw komt die backhand rechtdoor. En die is er te veel aan. Goed werk van de Zwitserse. Irina Dokic heeft in de Verenigde Staten een proces aangespannen tegen het grote managementsbureau Octagon. Proces dat nog loopt. Beetje vreemd dat ze hier speelt, want dit is een toernooi van Octagon. Maar zal dat engagement al aangegaan hebben, allicht nog voor dat proces er kwam. Beschuldigt het managementsbureau ervan dat ze haar een contract hebben laten tekenen, of haar ouders dan toch, toen ze nog minderjarig was. Dat is natuurlijk een geldkwestie. Hubert Choudhury, de coach van Patty Schnieder.
15. Schneider. Vol inspiratie, vol creativiteit. En Dokic heeft het nog altijd moeilijk met dat voor-achterwaarts bewegen. Schneider weet dat wel. 15-0. Maar mag natuurlijk ook niet te veel dat dropshot gaan hanteren. Ja, dat is altijd het gevaar dan. Tokic doet een poging om iets meer in het terrein te gaan tennissen. 15-30. Iets meer op haar lijn. Maar voelt zich niet optimaal. Dat is ontegensprekelijk. Het geval. Schneider gelooft erin. Vuistje. Verder op. Zie je zo weinig bij haar. Lome indruk makend. Maar dat is vaak een valse indruk. Schut nee richting moeder Irena Dokic. Ondanks het maken van dit punt. Pijnlijke trek op het gezicht. Het is echt Schneider die echt een kans heeft hier als er wat voorsprong kan komen. Dus. Advantage Schneider. De blessure speelt nu in het hoofd van Dokic. Maakt nu ook fouten op ballen die ze voorheen niet miste. Dus. Deze was weer raak. En Schneider speelt dat slim hoor. Eerst Dokic zo ver mogelijk achteruit krijgen. En dan dat dropshot leggen. Bezorgde blik ook bij moeder Liliana. Dus. Maar ze heeft de wapens om zo'n wedstrijd alsnog te winnen. Kanteren op die formidabele groundstrokes, die formidabele slagen vanop de baseline. Dat bent u, Schneider. Let, voor zo.
Dus. Irina Tokic gaat op de stoel zitten en vraagt om de kine. Zou dit het voortijdige einde kunnen zijn van de Time and Games voor Irina Tokic? De game is niet voorbij. Je hoeft niet per se te wachten tot de game gedaan is. Je kan ten alle tijde de kine roepen. Ze zit er wat aangeslagen bij. Het feit alleen al dat ze het ook doet terwijl de game nog bezig is, moet aangeven dat ze er meer en meer last van begint te krijgen bij elke slag. Echt veel diagnose stellen zal er niet meer bij zijn. De aard van de blessure is natuurlijk bekend. Alleen is er een remedie om dat nu zomaar op te lossen. Als het gaat om een verrekking, kan je weinig of niks doen. Je kan een beetje pijnstillend gaan verdoven, maar... Sue Noble en Angie Woolcock de baan op, respectievelijk kine en supervisor. Die kinesitherapeuten die hier hun werk doen, zijn vast in dienst bij de Tour. Ja. Evalueren nu bij welke beweging die daarbij doet. Licht rekken, altijd ook een precaire onderneming. Als je dan te veel gaat rekken, ga je de verrekking erger maken. Schnieter komt een kijkje nemen aan het net. Dat is vrij ongewoon. Proberen daar wat in beweging te blijven ook. Mooi beeld dit. Veel eer een nieuwsgierige blik, niet zozeer bezorgd, wellicht. Als je met een verrekking verstek moet geven voor de finale in Parijs en dan 4 dagen later opnieuw de baan op, ideaal kan het allemaal niet zijn. En als die aard van de blessure zo is dat je veel hinder ondervindt bij het spelen, dan kan je maar beter rusten, want dan hypothekeer je ook de rest van het voorseizoen. En er komen toch nog belangrijke toernooien aan, ook voor die tweede Grand Slam van het jaar Roland Garros. Want met Indian Wells en Key Biscayne vind je toch de toernooien op de kalender die net onder die Grand Slams liggen. Misschien hier niet zoveel weerklank krijgen in Europa, maar toch zeer belangrijk zijn voor de speelsters wat het verzamelen van punten betreft. De medische time-out is nu ingegaan, vanaf nu dus 3 minuten. Nog wat extra tape aanbrengen, alles nog wat steviger inpakken. Ja, de taping is ook een beetje gericht op het unloaden van een bepaald gedeelte van de spier. Door de tape op zo'n manier aan te brengen, wordt een bepaald deel van die grote dijspier een beetje meer ontlast. Andere delen moeten dan wat meer het werk overnemen. Maar het blijven letterlijk en figuurlijk labmiddelen.
natuurlijk opletten dat je je bewegingsvrijheid niet kwijt bent als die tape te strak ligt. Als Dokic wint, alsnog wint, dan moet ze morgen alweer de baan op. Dan heeft ze in principe elke dag een wedstrijd als ze blijft winnen. Ook dat niet zo bevorderlijk voor het herstel. Het is natuurlijk een gevolg van het feit dat men haar zo laat mogelijk heeft laten spelen, zoveel mogelijk rustdagen heeft gegeven tussen die zondag in Parijs. Donderdag is echt de uiterste speeldag om aan die tweede ronde te beginnen. Want morgen nog 3 kwartfinales, zaterdag 2 halve finales en zondag de finale. Vanavond al 1 kwartfinale. Justine Henin tegen Magdalena Maleeva. De winnares van die wedstrijd krijgt dus een extra dagje rust voor de halve finale. Ze gaat het nog eens proberen. Voor de duidelijkheid, 1-1 in de sets. Eerste game, derde set. En 40 gelijk. Dus. Schneider doet er goed aan van haar aanwezigheid opnieuw dadelijk te laten voelen. Dus. Wait, please. Game, Schneider. De eerste game van de derde set gaat naar Schneider. First game, final set. Dokic blijft op de baan. Pijnlijke grimassen op het gezicht van de Joegoslavische. Ja, zal nu sowieso eigen opslag moeten houden, wil ze een kans behouden om die wedstrijd te winnen. Eindelijk gelukt. Voor de lap. Let for serve. Forty, 15.
Bij Dokic. Dat is iets te doorzichtig. One game on. Elke rally wordt nu gevolgd door een blik naar haar moeder. Nee, afgelopen. Jelena Dokic geeft op. Ze stapt richting Tamara Vrovic en richting net. Een handdruk voor Patty Schnieder. Alles in evenwicht. 6-4, 4-6, 1-1, 15 gelijk. De blessure zo erg dat Jelena Dokic niet verder kan. Snikkend in de handdoek. Altijd pijnlijk om zo een toernooi te moeten verlaten. De een zijn dood is de ander zijn brood. Het is een harde wet, ook in de sport. Patty Schnieder naar de kwartfinale speelt daarin tegen Eva Dierberg. Hij heeft dus uitzicht op de halve finale en heeft in deze week geen punten te verdienen. Doet dus een enorme zaak voor haar ranking, want Dokic is het nummer 6 van de wereld. Daar komen al een pak kwaliteitspunten bij, 43 om precies te zijn. Plus, als ze hier de halve finale speelt, ze moet die nog niet winnen, komen er nog eens 88 bij. Dat brengt haar op meer dan 130 punten in deze week, waar ze niks te verdedigen heeft. Dan komt ze aardig in de buurt van de top 30 en nu staat ze 42ste. Dat is een enorme meevaller voor haar.